Dankjewel. Nou en uh, zijn we eruit? Het verschil? Nou, dus uh, we zijn geëindigd voor de pauze met uh, twee evangelies. Dus wat Peter zegt: bekeert u en laat u dopen tot vergevende zonden. En uh, zegt hij, uh, ik zeg het nog niet helemaal goed trouwens: bekeert u en een iederlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving de zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zie je hier een evangelie in staan. wat wij moeten geloven, waardoor je gered wordt? Er staat er niet. Ik, ik lees niks over het, het kruis. Israël moet zich bekeren, want ze staan schuldig. Want hij roept. Uh, kijk in, in vers. Uh, in vers 36. zie je dat. Handelingen 2, handelingen 2. Ja, ja, handelingen 2. In handelingen 2, vers 36. zie je dat Petrus Israël beschuldigt. Dat ze hem gekruisigd hebben, de messias. Dus hij brengt het kruis hier niet als goed nieuws, maar eigenlijk als slecht nieuws. En daarom moet ze zich bekeren, want ze hebben de Messias, die beloofd werd, hebben ze aan het kruis geslagen. En hij zegt ook: en je moet je bekeren, want ja, welke vader gaat zijn zoon niet wreken? toch? Als hij gedood wordt? We hebben hier de rechtspraak, dus je moet het aan de handen van de rechtspraak overgeven. Maar in Israël, onder de wet, had je vrijsteden. Nou ja, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, dus dat is wat er gaat gebeuren. Dus God komt om wraak te nemen. Wil je niet onder die wraak komen, krijg je nog een kans om je te bekeren. Niet verzoenen, hebben we het net ook even gehad. Want Israël is nog niet in vijandschap met God. Ze zijn nog in relatie met hem. Hij heeft de band nog niet verbroken. En daarom biedt hij bekering aan. Christus zei toch ook aan het kruisstel. Die spijkers in zijn handen ringen. Vader vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Dus daarom worden ze. Je hebt ook wel eens uh, een beschuldiging van de rechtbank. Moord met voorbedachte raden. Maar je hebt ook moord wat niet met voorbedachte raden is. Dat is niet hetzelfde. En daarom. Zij worden in een staat van onwetendheid beschuldigd. Door, Peter zegt. Ja ze hebben het in onwetendheid gedaan. Dus ze krijgen nog een kans. Bekeer. En dan daarvan dus. En dan zie je ook, in die vers 37, zie je, zo, zie je ook dat ze zeggen, toen ze dat hoorden, want hij zegt in 36 aan het eind: uh, Misschien moet ik het even lezen. Zo weten dan zekerlijk, kijk wie? Het ganshuis Israëls. Dus dat zijn niet de heidenen, want bij Pinksteren zijn alleen Joden. En Jodengenoten. Dat zijn heidenen die het Joodse geloof hebben aangenomen. Die hebben zich ook laten besnijden. Dus dat zijn eigenlijk gewoon Joden. Maar heidenen die zeg maar, het Joodse geloof hebben aangenomen. Nou, en dat God hem tot een heren en Christus gemaakt heeft, namelijk, deze Jezus, en dan zo, doet hij dit zo, die jullie gekruisigd hebben. Nou, dat klinkt nou niet, dat, oh, ja, dat is heel wat anders dan dat jij zegt, zegt, God houdt van jou, hij is voor jou aan het kruis gestorven, en is opgestaan, moet je geloven, Dan krijg je geen van zonde. Dat is een heel andere boodschap. Hier worden zij in staat van schuldiging ge gebracht van de kruisiging van hun eigen Messias. En daar moeten ze vergeven van krijgen. Het volk Israël praat er dan over. En daarom zie je toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. We staan schuldig. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat zullen wij doen? Niet van wat moeten wij geloven, wat moeten we doen? En dan zegt hij, bekeert u. En ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving de zonde. En gij zult de graaf van de Heilige Geest ontvangen. Wat heb ik net in 1 Corinthiën 15 gelezen? Weten we het nog? We gaan we nog even terug. En dan zien we dus of dat hetzelfde is wat Paulus zegt. 1 Corinthiën 15, vers 3 en 4. Ik, Paulus, niet Petrus dus. heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften. Hier spreekt hij over, hij is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Je heeft hij het over de gekruisigde Christus. En daarna, en dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de Schrift. En hij zegt, dat, daar word je door zalig. Dus niets over doop met water. Niets over bekeren. Eh, niets over, ja, vergeven van zonde. Hoe krijg je in handelingen 2 vergeven van zonde? Je mag het zeggen, hè? Huh? Ja. Je laat je dopen. En dan staat er toch ook duidelijk. Ik ben weer terug in handeling 2, vers 38. Je laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving zonden. Er staat niks over de bloed in. Niets. En dan zij de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat was voor mij mijn worsteling. Met dit Evangelie. Toen ik dacht: ik wil ook gedoopt worden. Maar. Ik wist, ik heb de Heilige Geest ontvangen, dat wist ik 100% zeker. En hier staat, ik krijg hem pas nadat ik me heb laten dopen. En dan krijg ik ook vergeving van zonde. Nou ja, dat, dat drong er niet zo me door: vergeving van zonde, dat wil ik hebben. Nou ja, dit is het Evangelie. Maar die Heilige Geest ontvangen, dan pas, dat is toch raar, dat klopt niet. Dus ik kwam in conflict daarmee. En dat conflict werd beëindigd toen ik leerde over Paulus. Toen denk ik, oh, wacht eventjes. Het is wat Paulus zegt in 1 Corinthië 15, vers 3 en 4. Dat moet je gewoon geloven. Paulus zegt ook in, in, in Handelingen 17... Geloof in de Heer Jezus Christus en dan? En jij? Ja, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En je moet ook gedood. Nee, dat staat er niet. Je moet geloven in hem gewoon. En kijk, Israël, dit is dus na de kruisiging, na de hemelvaart van de Heer Jezus... Maar als je naar de evangelie gaat... mensen willen dan naar de evangelie gaan... want daar, dat is toch het evangelie voor ons... ga jij maar naar een tekst zoeken in de evangelie... waardoor jij weet hoe je gered wordt. Het woord verzoening staat niet in de evangelie. Waarom niet? Omdat Israël... hij kwam door de verloren schaam van het huis Israël... maar die, die moesten zich bekeren. Het Zegt Johannes de Doper, bekeert u... want het koninkrijk der hemel is naarbij nou gekomen. Je moet je bekeren. Jullie zijn afvallig. Jullie zijn van God de Vader afgeweken... En nu moet je weer terug bekeren. Dat is bekeren. Nou, kijk in Handelingen 20. Dan zie je wat zij moesten geloven. Waarom Johannes dat Evangelie heeft opgeschreven. Handelingen 20, vers 31. Uh, ik lees ook even vers 30. Van Thomas die zei. Nou, ik geloof pas als ik de tekenen der nagel in zijn handen zie. En dan. Verschijnt Christus. Ja? En dan zegt Thomas in 28, vers 28, Mijn Heren en mijn God. Geweldige tekst om de godheid van de Heer Jezus Christus ook aan te tonen. Handelingen 20, vers 28. En dan zie je in vers 29, Jezus zeide tot hem, omdat gij. Sorry, Johannes 20. Ja, waarom zeg je dat dan ook niet eerder? Nou, Sorry, ik heb het totaal niet in de gaten. Ja, inderdaad, ja. Ja, nee, dus uh, ik zit in Handelingen 20. Dan kom ik nou... Dan zeg ik het weer. Nou ja, zeg, Johannes. Johannes 20, vers 29. Of in vers 28 zegt hij, mijn Heer en mijn God. Maar dan, in vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere... Kijk, tekenen. Horen. En zien bij Israël. Hij heeft vele tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan. die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven: Johannes, als je dat leest. opdat gij. en wie zijn gij? Israël. Juist, dat zijn mij niet. Het, 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 de Evangelie zijn geschreven voor Israël. opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Jezus is de Messias. HaMashiach. Toch? Yeshua HaMashiach. De zoon van God. En opdat jij geloven hebt, leven hebt in zijn naam. Krijg jij zo eeuwig leven als je dit gelooft? Ik geloof dat hij de zoon van God is. En dat hij is de messias. En dan ben je gered. Nee, helemaal niet. Daar ben je niet door gered. En ook niet wat Handelingen 238 zegt. Word je ook niet door gered. Dus dat, kijk, hier moesten ze geloven. toen hij daar liep, dat hij de zoon van God was. Hij moest natuurlijk sterven. Dus wat zegt Petrus met de handelingen, dan komt natuurlijk ook de opstanding erbij. Dus dan moeten ze geloven dat hij gekruisigd is, dat hij de zoon van God was, de Messias, want dat is de zoon van God en dat hij uit de dood op was staan. En dat moeten ze geloven. Dus ja, dan zie je toch wel heel iets anders staan. En dan praten we over redding. Nou, ik zei net al, redding bij ons in de bedende genade, geloof in de Heer Jezus Christus en Gij zult. Zalig worden. Dat staat in Handeling 17. Dat zegt Paulus. Tegen wie zei Paulus dat? Deze tekst. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat zei hij tegen een heiden. Dat zei hij tegen de stokbewaarder in Filippi. Dat hij in die kerken sprong, want de deuren gingen open. Er kwam een aardbeving. En toen zegt hij, lieve heren, wat moet ik doen? Wat moet ik? En dan zegt hij, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Dan maken de mensen natuurlijk ook van: als jij gelooft, is je huis ook gered. Nee, jij en ook je huis als die dat geloven. En dat gebeurde ook. Geweldig als je hele gezin gelijk gelovig wordt. He? En dat is wat hij vertelde: dat is de redding. Graag met mij mee naar Efeze 2, vers 8. Efeze 2. Nou, ja. Want wat je dus in, in Dunes en daarachteraan, jij en je hele huis en, en, en hij liet zich, daar stond de hele lied zich dolpen. Mm -hmm. Ja, dat was met water. Dat kom komt zo meteen nog op. Ja, goede vraag. Ja, maar dat, dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Kijk, Paulus heeft toch gedoopt met water. En Paulus heeft toch ook tongen gesproken. En Paulus heeft toch ook genezen, toch? Ja. Maar Paulus heeft ook iemand besneden. Dus zeg het maar. Maak we een afspraak in het ziekenhuis. Ja. ja, maar dat hoor ik dus nooit, hè? Ja, dat hebt je allemaal gedaan, maar dat heeft hij ook gedaan. Timotheus heeft hij besneden. Dingen in handelingen moeten wij niet voor onszelf gaan toepassen, want je ziet allemaal dingen in handelingen die Paulus gedaan heeft, maar dat had allemaal te maken met dat hij naar de heidenen ging. Maar stel je voor, je hebt een contract met iemand. Dan nou, heb je samen contract bij allebei aan gebonden. Er komt op een gegeven moment in de tijd dat je zegt: Ik ga wat anders doen. Ik beëindig dat contract met die persoon. Hoe doe je dat dan? Ga je dan gewoon, ik, ik bel hem niet meer, ik spreek hem niet meer, ik ga gewoon maar gewoon weg. Wat ga je dan doen? Je gaat naar die persoon toe om te vertellen: joh, Ik ga stoppen, ik ga wat anders doen, ik ga met iets nieuws beginnen. Dus ik wil dat contract met jou, daar ga ik nu mee stoppen. Zo doe je dat. Nou, dat heeft God precies hetzelfde met Israël gedaan. Hij is natuurlijk, Israël is natuurlijk gevallen bij Stefanus. Had hij natuurlijk met Paulus gewoon gelijk naar de heiden kunnen gaan en Israël gewoon maar laten zitten. Nee, dat heeft hij niet gedaan. God gaf Israël ook nog de kans om onder de nieuwe bedeling gered te kunnen worden. Dat is het. En ook om te laten zien dat Paulus ging erheen om de joden jaloers te maken. Hé, hey, wacht even. Wij zien allemaal tekenen, wij zien wonderen. Wij zien wonderen, die zijn bij de Heidenen. Maar hoe kan dat? Want de Bijbel zegt dat zijn onze tekenen. De tekenen horen niet bij de Heidenen. De jood begeert het teken. Dus als jij ziet dat die tekenen niet meer bij jou zijn, maar bij de Heidenen. dan is de bedoeling dat ze dan gaan zien: hé, hey, dat is om hun te overtuigen, er is iets veranderd. Dus die generatie die Christus heeft gekruisigd. die na de hemelvaart ook uh, uh, de apostelen vervolgd hebben. tot Stefanus en toe dat Paulus de leider was. Die krijgt nog via Paulus, gaat Paulus in die tijd, elke plaats waar hij heen ging, ging hij eerst naar de synagogen. Om te vertellen: God is gestopt met Israël, er is iets nieuws. En om hun te laten zien dat het ook waar was, waren de tekenen bij de heidenen. En dan moet je gaan denken: hé, hey, dat, dat was de reden. Dus ook van het dopen met water. Dat Dopen is ook een teken, het hoort bij het volk Israël. En daarom heeft hij dat dus gedaan. En is hij later ook mee gestopt? ziet, als je daar handelingen ziet, dan zie je het helemaal niet meer. Want toen was die bediening dat hij naar, die hei, naar de Joden ging. Want als hij zeg maar in Korinthe naar de synagoge ging. Nou, heeft hij daar lang uitgehouden in de synagoge in Corinthen? Nee. Dus uh, ze hebben geluisterd. Op een gegeven moment, we willen hem niet meer. Toen is hij eruit gegaan. En toen is hij bij de buren in huis gegaan. En heeft hij daar een gemeente gezicht bij de Heidenen. En dus de volgende keer, als hij bij Korinthe wegging en dan ging hij weer verder reizen, toen dus kwam hij later binnen Korinthe, ging hij niet meer naar de synagogen. Toen ging hij gelijk naar de gemeente daar. Maar de eerste keer, dat was puur om hun nog een kans te geven. En ook, zoals ik net zei, het contract bij, dat je zegt toen niet zo, maar nou ik ben weg en je hoort niks meer van me. Nee, hij stelt ze op de hoogte, God. Dat is de reden dat je dat soort dingen ziet. Nou, E.V. Stevens, 8-9 dus. Is het bij ons redding alleen of is het redding plus? Nou, ik weet nog wel, in mijn tijd, uh, mijn tijd, nou ja, in het verleden toen ik nog thuis woonde, mijn vader heeft nog tegen de katholieken gevochten op, in Sassenheim. Ja, dat was toen uh, katholieke protestant en uh, dat stelde je dan wel eens. Ja, de katholieken, dat is natuurlijk allemaal genade, maar wacht even, en de werken, daar werden wij mee opgegroeid. Maar het is geloof, dat, dat weet ik nog. Dat, maar zij, ja, en Maria, en ook de werken. En dat, dat is ook zo. En dat is trouwens altijd als je onder de prediking van de wet bent, toch? Nou, wat zegt Efeest Evers 8 en 9? Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Dus wat is nou de gave hier? Het hm? geloof. Het Uit genade. Nee. Dat is juist het probleem wat de Calvinist leert. Het geloof wordt jou gegeven. Nee, wat is gegeven? De zaligheid, de redding. De genade God, genadegift gods, Romeinen 6, vers 23, is het eeuwig leven. Onze redding is een gift. En geloven, dat moeten wij doen. Dat wil niet zeggen dat is, geloof is geen werk. Want kijk, uit genade zijn het geen zalig worden, zie je, ben je gered door het geloof. En dat niet uit u. Die redding is niet uit uzelf, maar dat is zo gave van God. Want het staat ook achter niet uit de werk op dat niemand roemen. Zie je? Dus het gaat om die genade, je hebt het zomaar gekregen, gratis voor niks. Gewoon door te geloven alleen. Dat, dus die redding is de gift. Want dan zegt men wel eens ja, maar uh, dat is werken. Geloof is een werk. Wie weet de tekst waarin duidelijk staat dat geloven geen werk is? Stilte in de zaal. Romeinen 4 vers 5. Als geloven werk is, ja, wat de Calvinist leert, en daarom het is uit genade alleen. En hij moet jou het geloof geven, zeggen ze dan. Want wij kunnen niks. Wij zijn zo verdorven, wij kunnen ook niet geloven. Hij moet jou het geloof geven. Dus je kan niks doen, je moet gewoon wachten tot je het gekregen hebt. Nou, dan kan je lang wachten. En sommigen die, die, die weten hun leven lang, De geloof ze eigenlijk wel dat Christus die voor hun zonde. Maar dan durven ze toch niet aan te nemen. Zeg, zeggen, ja, het moet mij gegeven worden. Ik mag dat niet zomaar, zomaar even geloven. Dat moet mij gegeven worden. Nou, Romeinen 4 vers 5. Nu degene die werkt, wordt het geloon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat snappen we. Als ik ga werken voor een baas, ik, uh, ik, ik ga werken voor een baas omdat ik ervoor betaald krijg. Anders ga ik niet werken bij hem. Hij heeft schuld aan mij, dan moet hij mij betalen. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Hé, hey, dat is een tegenstelling. Daar staat degene die niet werkt... Maar gelooft in Hem is geloven dan een werk? Als je dit goed leest, moet je goed over nadenken. Hier staat duidelijk dat het geloof geen werk is, die niet werkt. Maar dan komt er iets anders. Gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Kijk, wordt zijn geloof gerechtvaardigd. Wie's geloof is dat? Dat is van jou. Niet het gegeven geloof. Nee, je moet het gewoon. Je hoort het en je neemt het gewoon aan. Je gelooft het en dan ben je gered. Iedereen heeft een vrije wil. En dat brengt ook verantwoordelijkheid met zichzelf. Als jij zegt, het geloof moet mij gegeven worden. Kan je later zeggen, ja, ik heb het niet gekregen. Dus ja, kan ik er wat aan doen. Kan je mooi achter verschuilen. Ja? Kan ik er wat aan doen. Ja, daar kan je zeker wat aan doen. Adem had ook een vrije wil. Maar vrijheid brengt ook een verantwoordelijkheid met, zichzelf, met zich mee. Nou, oké. Okay. Dus... Nou, kijk, we zitten toch in Romeinen. Uh, nee, ja, Romeinen 4, vers 24. Laten we daar eens kijken. Dat is dus ons Evangelie. Geloof wij, is het redding? Is het redding, geloof alleen in je mee gered? Of is het geloof en je moet nog wat doen? Goeie vraag. Ja? Oké. Okay. Nou, kijk, Romeinen 4, vers uh, Abraham is een voorbeeld. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd? Toen hij geloofde God op zijn woord. Dat is nou de Paulinische openbaring. dat het gaat altijd om geloof. En als jij gelooft wat God zegt, dan doe je wat Hij zegt. Als hij tegen mij, als het evangelie zou zeggen, Jan, je moet elke maand moet je hier uh, een Bijbelstudie geven en dan word je gered. Wat zou ik dan doen als gelovige? Dan doe je het. het? Als ik elke dag elke dag een glas cola moet drinken, dan denk ik ja, dag, ik ben niet gek. Ja, maar het is ook bij God is het niet altijd zo zijn denken. Dus als er staat elke dag een glas cola en dan word je gered en ik wil gered worden, nou, dan doe ik dat. Dus het gaat om het geloof altijd. En dan doe ik dat dus als hij dat vraagt. Dat is nou het verschil met in de bedenkende genade en voor en na de genade, onder de wet, was het geloof plus de werken. Maar omdat je geloofde, deed je ook de werken. En als je het niet deed, dat betonde je juist dat je geen geloof had. Dus ja, kijk. Uh, oh ja, hier ook. Dus Abraham, uh, kijk, uh, in vers 20, 4 vers 20. Abraham heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Nou, wat was aan hem beloofd? Een groot nageslacht en een kind. Nou, je weet, het heeft lang geduurd. En Abraham dacht: Ik ga God een handje helpen. Dus met Hagar ga ik een kind verwekken. Maar dat was in zijn eigen vlees verwekt. Dus dat kan niet bestaan voor God. De belofte was dat hij het zelf niet kon doen. En toen heeft God gezorgd dat Sarah. Nou, niet zoals Maria. Want Abraham, ja, zo ik het zo zeggen. Die heeft gewoon in de koffer gelegen met Sarah op die leeftijd. En ze hebben een kind gekregen. Maar daarvoor had God de baarmoeder toegesloten van Sarah. Want Abraham moet niet denken dat hij het. Wat, wat uit de mens komt, dat kan voor God niet bestaan. En toen het na de mens gesproken niet meer mogelijk was, toen werd hij zwanger. Ja? Dus met andere woorden, alleen door de beloften Door het geloof alleen. Kijk, hij heeft een, uh, in vers 21, ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Dus dat ging tegen alle logica in. Ik opleef deze leeftijd, hij heeft ook nog gelachen, Sarah hier ook nog. Hoe kan dat? Dan kan ik toch geen kind krijgen? Kom op, hè. dat kan helemaal niet. Maar toch is hij in het geloof gebleven. En dan heeft hij het ook gekregen. En dan zie je. En omdat hij in vers 21 ten volle verzekerd zijn dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, dat moeten wij ook hebben, die houding. Al klinkt het helemaal tegen jouw logica in, al heb je dit nog nooit gehoord. Laat de schrift overtuigen. Als God dat tegen jou zegt, dan moet je het gewoon geloven. En dat heeft Abraham gedaan. En dan staat ook: hij was ten volle verzekerd. Nou, met deze boodschap. ben je volle verzekerdheid is de gekregen, toch? Ja, heel wat anders dan tevoren. Dan had je die zekerheid niet. Want dat hing af. Jij keek naar je werk en als ik dat nou gedaan heb. Dat klopt, omdat je onder de wet bent. Maar bij de genade ga je dingen doen. Niet om iets te krijgen, omdat je het al gehad hebt. En Abraham was verzekerd te volle: wat God zegt dat hij kan, dat hij doet, hij is ook in staat om het te doen. Kan iemand uit de dood opstaan? Nee, natuurlijk niet. Christus zegt: ik, God heeft mij opgewekt. Hij, hij zegt: Ik leg mijn leven zelf af. Dat kunnen wij niet. Weet je wat wij dan doen? Nou, geef maar een euthanasie, geef me een pil of een prik en dan maak ik een einde aan mijn leven. Maar ik kan niet uit mezelf zeggen: Ziel, verlaat mijn lichaam. Maar Christus kon dat wel. En hij zegt: Ik kan ook weer uit mezelf mijn leven weer opnemen. Hij kon ook weer uit de dood opstaan zelf. Dat kan toch niet? Nee. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus je moet het gewoon geloven. Ga niet met je verstand herinneren, want dat ga je toch niet begrijpen. Nou, hier ook. Abraham ook. Het was tegen alle logica, maar hij geloofde God. En daarom staat er in vers 22. Is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend? Nou, geloofde Abraham wat wij geloven? Geloofde hij, oh, Jezus Christus stierf voor mijn zon is opgestaan? Nee, daar wist hij niks van. Maar daar gaat het niet om. Want als Abraham nu had geleefd. en hij zou hier zitten. en hij weet nog van niks. en hij zou zeggen: God heeft gezegd dat als jij gelooft in Jezus Christus. Hè, dan, dan, dan lees je in de Bijbel. en hij stierf voor je zonden Abraham. Wat zou hij dan doen? Had hij het ook aangenomen. Want hij geloofde God op zijn woord. En dan maakt het niet uit in welke bedeling je leeft. En dan geloof je altijd wat hij zegt. En dat is wat God wil. En dan wordt jouw geloof, jouw geloof, gerekend tot rechtvaardigheid. Net zoals met Abraham. En daar staat in vers 23. Nu is het niet alleen om zijn het wil geschreven dat het hem toegerekend is. Het staat in de Bijbel, want je ziet het in Genesis. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd in het begin van Genesis zie je dat. Abraham keek naar de sterren en God zei tegen hem, zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde en God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Nou, dat is toch niet, Christus die voor je zonden is opgestaan. En toch werd hij gerechtvaardigd, want God wist dat bloed van Christus komt duizenden jaren daarna. En op basis daarvan kan ik jouw zonde vergeven, kan ik jou de rechtvaardigheid toerekenen. En Abraham was toen in onbesneden staat. En daarom kan hij ook ons voorbeeld zijn. Want hij was net zo onbesneden als ik. Hij, dus ik moet het geloof van Abraham hebben, eigenlijk. Dat is het. Als ik geloof wat God zegt, en dat is nu, hij stierf voor je zon en is opgestaan, dan word je zalig, dan geloof ik dat. En punt, dan ben ik gered. Dat is hetzelfde geloof als wat Abraham had. Exact hetzelfde. Alleen de inhoud is nu het even, We moeten nu niet uh, naar de sterren gaan kijken en dan, ja, heer, dat geloof ik, en dan word ik ook gered. Snap je? Dat is veranderd met de tijd. Je krijgt een voortschrijdende openbaring erbij. Maar steeds meer en meer. En wij zitten nu op de top. En dan zie je ook, het is ook voor ons geschreven. Kijk maar. Maar ook om ons aan vers 24, welke het zal toegerekend worden. Dus hé, hey, wat Abraham toegerekend is, die rechtvaardigheid, dat heb je nodig. Dat krijg je na vergeving van zonde. Dan word je de rechtvaardigheid toegerekend. En dat heb je nodig, want je moet aan de allerhoogste... Uh, eist van God voldoen, dat is hij is de standaard, hij is rechtvaardig. Je kan alleen bij hem in de hemel komen als jij ook rechtvaardig bent. Nou, dat zijn wij niet. Maar als hij mij rechtvaardig verklaart, kan ik oog met oog in hem staan. Nou, zie je, het zal ons toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus ons Heer uit de doden opgewekt heeft. Wie is dat? Als jij gelooft in hem, die de daar staat hier. Als wij geloven in hem, die Jezus, ons Heer, uit de dood opgewekt heeft. Dat is God de Vader. Het Evangelie is altijd dat je gelooft dat God de Schepper is. Maar je komt ook niet toch geloven als je dat niet gelooft. Dus je gelooft in God de Vader. En die zegt namelijk: er is wat gebeurd. En dat lezen wij nu. Kijk, hij heeft hem uit de dood opgewekt. Kijk, Christus, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus, wanneer wordt het mij toegerekend? Wanneer wordt mij de rechtvaardigheid toegerekend? Ja, dat staat hier. Ik geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dus Christus is uit de dood opgestaan. En je ziet, hij is om onze zonde, om mijn zonde, overgeleverd aan het kruis. En opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Dus wij zeggen altijd, geloof in de Heer Jezus Christus en Gij zult zalig worden. Dat wil zeggen, Hij is gestorven voor mijn zonde en Hij is opgewekt voor mijn rechtvaardiging. Nou, ik heb dat geloofd. Ik heb erkend dat ik een zondaar ben. En ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonde en is opgestaan voor mijn rechtvaardigmaking. En toen ben ik op dat moment rechtvaardig verklaard. Op dat moment toen ik dat geloofde. Ben ik niet gedoopt met water en niks. Wat is het resultaat als je rechtvaardig bent? Ja, doe. Hè? Ja. Hè? Hoe kom je in de hemel? Ja, ja, ja. Zij je, voor je hebt een, Ja, zeker. Als je een, een maatschappij die rechtvaardig is, wat is het resultaat dan in de maatschappij? Rust en vrede. Voordat ik geloofde, had ik toen vrede met God? Absoluut niet. Ik was een vijand op weg naar de hel. En daarom zegt hij ook, lees 5 vers 1. Volgende. Wij dan gerechtvaardig zijn. Hé, hey, ik heb geloofd. Ik ben gerechtvaardigd. Zie je? Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij of met God. Door onze Heer Jezus Christus. hoe krijg ik nou vrede met God? Als ik gerechtvaardigd ben. En hoe word ik gerechtvaardigd? Gewoon te geloven dat Christus hier voor mijn zon is opstaan. Punt. Punt. Dus niet nog eens een keer. Uh, je moet nog dit doen, je moet nog dat doen. Je moet de zondag houden, of je moet gedoopt worden, of je moet allerlei dingen. Uh, nee, nul, dit is het. Zo word je gerechtvaardigd en zo heb je vrede met God. En wat is dat voor een vrede? Dat is een positionele vrede, noemen we dat. Dat wil zeggen, wat jij ook doet, de rechtvaardigheid van jou hangt niet af van wat jij gedaan hebt. Dat hangt er vanaf wat Christus van jou gedaan heeft. En als je dat hebt geloofd. Heeft hij jou rechtvaardig verklaard? Los van wat je gedaan hebt. Want zou Paulus, nou, wat heeft Paulus uitgesproken in zijn leven? Voordat hij Christus leerde kennen. Maar hij is ook rechtvaardig verklaard. En dat ben je voor altijd. Los van je werken. Je kan het niet door je werken verdienen. Want het is genade toch? Maar aan de andere kant is ook waar. Je kan het ook niet door je werken verliezen. Maar nou, hij komt wel voor de troon, toch? Nee. Welke troon? Welke troon? Ja, Ja, ja. Ja, Dan werk, maar welke? Alleen het goede je hebt gedaan, dat je hebt Van welke troon kom je dan? De Grote Witte Troon. Nee, niet voor de Grote Witte Troon. Weet je wie er voor de Grote Witte Troon komen? De Ongelovigen. De ongelovigen. Dat is helemaal aan het eind na het Duitsland. Alleen ongelovigen. Kijk, wij verschenen ook voor. Uh, voor Christus. De rechterstoel ja. van Christus. Ja maar, okay, ik yes. van... ja, maar daar is vaak veel verwarring over. Ja. De grote witte troon, alle ongelovigen vanaf Adam, dus vanaf Kain kun je beter zeggen, tot en met de dag van vandaag, worden allemaal bewaard in de hel. De gelovigen zijn al bij de Heer boven. En die, je hebt hier in Nederland ook, je hebt natuurlijk het gevangenissysteem. Nou ja, als jij wat gedaan hebt, dan moet je wachten op je rechtszaak. Dan, word je, dan ga je naar het huis der bewaring. Dan word je een tijdje bewaard. Maar dat is nog niet je straf. Dan kom je voor. En dan wordt je straf uitgesproken. En dan ga je naar waar je de straf moet uitzetten. Dus zitten. Dus alle ongelovigen wachten eigenlijk op hun rechtszaak in hel. En dat is de grote witte troon. Dan komen ze bij hem. En dan wordt de straf uitgesproken. En dan, waar gaan ze dan heen? Naar de pool? Nee, niet de hel. De hel is nu. De toekomstige is, bestemming is de pool des vuurs. Dat is nog veel erger. Dat brandt het vuur altijd. De hel is ook erg hoor. Dat is absoluut geen pretje. Maar de poel des vuurs is de definitieve eindbestemming van elke ongelovige. En er zitten gradaties in. Inderdaad, je gaat je hele leven naar de kerk. Je neemt Christus niet aan. Dan ga je verloren toch? Dan kan je je hele leven naar de kerk gaan. Of je hebt iemand die heeft twintig moorden op zijn geweten God is erg vader God. Die vergeldt een ieder naar zijn werken. In overeenstemming met wat hij gedaan heeft. Dus de graad van straf is voor de een erger bij de ander. Dat is ook terecht, toch? Hij is, maar wij worden niet vergonnen naar onze werken, want dat, ja, dat, dat is gebeurt namelijk aan het kruis. Dus wij worden alleen nog maar beoordeeld op wat? Niet voor je zonde. Want hoe kan je nou veroordeeld worden op je zonde of zondige leventje? Misschien heb je zonde gezonden, misschien we hebben allemaal gezonden als gelovigen. En dat zal je leven lang zo blijven. Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen. Dat is heel wat anders. Want gij zei het niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als de zonde gaat heersen, dat betekent dat jij in zonde leeft. Maar, gewoon als geloof die de Heer wil dienen, natuurlijk zonder je nog steeds. Maar onder een genadeboodschap, zul je zien dat het alleen maar minder wordt. Maar. De grootste... ja iemand die gelovig is geworden... en die gaat, weet ik veel, noem maar allemaal dingen... waarvan je zegt, dat hoort een gelovige niet te doen. En dan wij bijvoorbeeld. We komen allemaal voor de rechtstoel van Christus. Wie is nou beter af? Wij. Nee. Waarom? Omdat wij bij ons zijn het En die ander? De gelovige. De gelovige, heb ik het over. Dus Stel je voor, ik heb de boodschap leren kennen... En op een gegeven moment zeg ik, nou, ik heb er geen zin meer in. Ik, uh, ja, ik ga, de, nou, Demas, wie kent Demas hier? Niemand? Paulus zegt over Demas, er was een getrouwe van hem. Hij heeft hem geholpen. Hij is zelfs bij Paulus in de gevangenis geweest. En hij was bij hem en heeft alles, heeft hij ook meegedaan. Op een gegeven moment zegt hij, Demas heeft mij verlaten. En heeft de tegenwoordige wereld lief gehad. Nou, zo iemand. Zeg voor. ik krijg de tegenwoordige wereld helemaal lief. Ik kapte mee. ik ga helemaal in de, in de wereld. En dan, ga ik, en dan ga ik dood. En dan? Ja? Nou, dan nou ga ik twijfel zaaien als ik dat zeg, dat weet ik. Maar dat doe ik expres. Nou, dat deed de duivel ook bij Eva, maar dat bedoel ik niet hoor. Zo ben ik niet. Maar kijk, ja, maar dat is om te testen, om te kijken waar jouw zekerheid op gebaseerd is. Is dat op werken of is het op de genade? niet meer Ja. Maar dat betekent als jij voor de rechtstoel, in mijn geval hè, dus ik ben helemaal net als Demas en dan kom ik voor de rechtstoel van Christus. En uh, nou, wie is hier de meest rechtvaardige persoon in zijn leven? <laughs> nou, dat gaat niemand zeggen van zichzelf. Maar iemand die dat allemaal niet doet, zeg maar gewoon netjes geleefd heeft volgens de Bijbel. En ik ben helemaal meegekapt, en we komen allebei voor de rechtstoel van Christus. Je hebt de keuze gemaakt. Waar ga ik dan heen? Ja. Precies, want waarom zou ik veroordeeld moeten worden? Mijn zonden zijn toch vergeven? Dat is het punt juist. Al mijn zonden zijn vergeven, maar de christen snapt niet dat als je eenmaal rechtvaardig verklaard is, dan ben je dat voor je leven lang. En mijn zonden zijn vergeven, voor altijd. Maar nu krijg je het volgende punt: wat wil ik doen? Wil ik de heer dienen in mijn leven? Ja, dan ga ik met de dingen van de heerde bezig zijn. Als ik dat niet doe, kijk, God gaat wel beoordelen. Kijk, voor de witte troon is het veroordelen. In onze Nederlandse taal kunnen we dat mooi zeggen. Je hebt veroordelen, maar je hebt ook beoordelen. En je hebt ook oordelen. Oordelen is zeggen wat goed is, wat fout is. Dat is oordelen. Nou, beoordelen. Ze zeggen wel eens, ja, je mag niet oordelen. Nou, je moet wel oordelen. Goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval voor de rechterstoel van Christus kom, komt een gelovige. En wat wordt daar nou naar gekeken? Nou, nou, jij hebt nou niet zo vrij geleefd. Jij, kijkt, waar was jij toen? Wat heb jij toen gedaan? Wat heb je toen gedaan? Zo denkt de Christen vaak, alsof al van de rechterstoel van Christus weten. Nou, dat gebeurt helemaal niet, want de zonden die zijn weg. Want hoe ziet hij mij? In Christus. Dus als hij zonde bij jou gaat zien, dan ziet hij eigenlijk ook zonde bij Christus. Hij zit jou in Christus. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus je hebt God en heb je Christus en dan zit ik daar helemaal, helemaal. Daar kan niemand bij komen. Dus mijn positie, dat is wat je moet leren met dit evangelie. Ik ben wie ik ben en ik heb dingen die ik doe. Ik ben rechtvaardig en God wil dat ik ook in overeenstemming ook rechtvaardig ga leven. Doe ik dat niet, blijft dit nog steeds overeind staan. Maar mijn werken, dat bepaalt mijn. Loon, mijn gehoorzaamheid aan, aan het woord. En dat is 1 Corinthië 3. Dan ken je misschien wel die kostelijke stenen. He, ken je dat? Van de stenen. Oké, okay. moet ik dat nog even. Kan dat nog even? 1 Corinthië 3. 1 Corinthië 3. Vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is. Heb je het weer? Mij, ik, heb ik. 1 Corinthië 3, vers 10. Als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop, maar een iegerlijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Zie, het gaat over bouwen hier nou. Want het fundament is gelegd. Dat zegt hij ook, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. Peters heeft ook een fundament gelegd. Hij sprak ook over Christus. Hij was de leider van apostelen. Maar dat was Christus in overeenstemming met Waar de oud testamentische profeten over spraken: Christus gaat regeren op de troon hier op aarde. Die Christus, de messias van het volk, is er maar. Paulus zegt: Ik heb een, ook een fundament gelegd. En dat is Christus, die nog nooit iemand heeft leren kennen. Dat heeft namelijk een, een hemelse bestemming. Daar praten wij over. Hij zegt: Nou kijk, indien iemand op dit fundament, dus Christus, zoals Paulus hem verkondigt, als je daar op dat fundament, het is natuurlijk beeldspraak. Dit huis staat ook op een fundament. Dat is Christus, dat staat als een huis. Dus het kan stormen, en dat waait het hele huis om. Maar wat blijft het bestaan? Dat het fundament. Zo is bij jou ook en bij mij ook. Fundament, dat blijft altijd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben in hem. Maar dat huis wat ik ga bouwen, waar doe je dat mee? Nou, kijk maar hier. Allemaal materialen. Waar ga je dat mee bouwen? Dat kan je met, wat staat hier? Indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen. Of hout, hooi en stoppelen. Een igelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. En dat is de rechtstoel van Christus. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. En wat is het vuur? Dat is het woord van God. Of die test kan doorstaan. En hoe een igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemand's werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zie je, het gaat om loon. Ben ik gehoorzaam aan... Je kan zeggen, ja, maar ik ga, ik, wij evangeliseren heel veel, we dopen heel veel mensen. En dat is al mooi werk, maar dat is niet wat, wat God nu vraagt. Dus je kan heel erg je best doen. en ook oprecht bezig zijn. en toch zal het niet beloond worden. Maar je hebt wel het fundament in je hart. Dat kan nooit iemand wegnemen. Het staat hier ook. Kijk maar. Zo iemands werk blijft. dus dat is als jij het bouwt met goud, zilver, kostelijke stenen. Dan kan vuur komen, maar het verbrandt niet. Maar als jij het. Kijk, je weet, dit is toeval. Dit is toeval. Nou, René, dit is uh, allemaal is zo weg als het gaat branden. Ja, dat is wat je. als je bouwt. Met de materialen die niet door Paulus zijn opgeschreven. Dus dat je naar de evangelie gaat. En dat gaat allemaal verbranden. Dan Al ziet het er nog zo mooi uit. Maar let op, hij zegt dat tegen de Corinthiërs. En Corinthiërs, was dat een geestelijke of een vleeselijke gemeente? Vleeselijk. En juist tegen hun, zegt hij: gaat hij zeggen dat ze eeuwige zekerheid hebben. Want dat was eigenlijk mijn volgende punt nog. Heb je zekerheid in je geloof? Dan zeggen we. Hoop ik allemaal? Ja, ik ben gered. Iedereen weet dat hij gered is? Nou, dat is onzekerheid. een zekerheid. Maar heb jij ook eeuwige zekerheid? Kan jij zeggen, ik blijf tot aan mijn dood aan toe een kind van God. Ongeacht wat ik doe. Al ga ik helemaal in de wereld leven. Ga ik naar de hoeren. Ga ik de vreselijkste dingen doen. Misschien vermoord ik wel iemand. Ga je dan nog naar de hemel? Als je dat aan iemand vraagt en hij moet gaan nadenken. Dan heb je de genade van God nog niet begrepen. Maar... Dat gaan de mensen natuurlijk zeggen. Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Ja, ga maar moorden. Ga maar dat doen, dat zeg ik natuurlijk niet. Maar om je uit te dagen: het zou kunnen. ja. Je blijft gered. Want het is toch niet door jouw werken dat je bent gered, gered geworden. Het is Gods gave de redding. Het is genade. Dus ja, kijk, zo iemands werk, vers 15 zal verbrand worden. Die zal schade leiden. Maar kijk, wat staat erachter? Zelf. Zal hij behouden worden, al zo door vuur. Dus als dit jouw huis, geestelijk huis, is, en je hebt het allemaal met werken van de Evangelie, Christus naar het vlees. Dat zegt men dan al, ik wil de heer Jezus volgen, maar wie verkoopt zijn huis? Dat zegt de heer Jezus. Verkoop je geen je hebt, geef het aan de armen, je moet alles verkopen. Dus als jij uh, dat in de volste Evangelie gaat leven, dan heb je dit huis gebouwd. Maar dan kom je voor de rechtstoel van Christus, en daar vergelijk je niet mee, dan wordt alles, dit wordt allemaal tot aan de grond afgebrand. Maar jij zelf blijft wel gered. Maar degene die de Apostel Paulus volgt, met, met dat fundament in zijn brieven. En ja, je weet, nou, als je dit gaat doen, dan komt de strijd. En krijg je pijn, hartpijn, eh, vrienden en allemaal dingen. Je raakt mensen kwijt door dit even. Je komt veel verdrukking, strijd. Dat komt, absoluut. En sommige mensen is die prijs te hoog. Maar aan de andere kant, je ziet hier: ik, ik wil het liefst voor de rechtsstoel van Christus staan. En dat ik, nou niet zozeer per se om het loon, maar dat ik daar sta en dat de Heer Jezus Christus zal zeggen dat ik een getrouwe dienstnecht ben geweest. En dat is de gehoorzaamheid van het geloof. En dat gaat hij belonen, terecht. Want hij is iemand die vergeldt, maar niet onze zonden, die komen niet aan de orde. Uitgesloten. Nou, ik zal eindigen. Wie is volmaakt hier? Niemand? Niemand? In Jezus in Niemand vermaakt hier. Ja, precies. Waar staat dat? Het 6. Huh? Ja? ja? Maar kijk, dat is het hè. En dat ga je leren als je door de het gaat rechtsnijden. Want dan weet je gelijk. Colossens 2, vers 10. Wat is gebeurd aan het kruis? Ja, daar is hij gestorven. Voor mijn zonde. Maar er is veel meer gebeurd. Kijk, Colossens 2, vers 10. En dan zegt hij, ja je bent in Christus volmaakt, zolang je maar blijft leven zoals... Dat staat er niet. Ik ben gerechtvaardigd, Christus is volmaakt en ik ben het ook in Hem. En dan hoef je echt niet bescheiden te zijn. Het is tot eer van God als jij zegt, ik snap wel dat je niet tegen de buurman gaat zeggen, zeg uh, ik ben volmaakt. Hè? Dus kijk even, uh, ja, dat, dat ga je niet doen. Ja, dat, maar ik kan het wel tegen jullie zeggen. Als ik zeg ik ben volmaakt in Christus... En dan zeggen jullie amen. En ik ook. En dan zijn we allemaal heel blij. En dan ben je niet ook moedig. Nee, je bent juist een gelovige. Want God, het heeft hem behaagd om ons dit bekend te maken. Efeze 1, vers 19. Er staat dat hij heeft, het heeft hem heel veel, zo'n plezier gedaan. Het was zo'n groot behagen om die verborgenheid aan ons bekend te maken. Dat heeft hij blijdschap in. Dus wat maakt hem nog blijer? Als wij dat ook gaan bevestigen. Geen valse bescheidenheid, hier is hier gepast hoor. Maar het is tot eer van Hem natuurlijk dat je dat zegt. Dus 2, vers 10, daar <tie> staat het: uh, Gij zijt in Hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Wij zijn in Hem ook boven alle overheid en macht. Wij gaan engelen regeren en wij zijn ook gesteld boven alle boze machten en overheden. Die zijn als de dood voor dit evangelie, daarom krijg je ook die strijd. Maar ze kunnen jou niks doen, niets. Je bent in Hem volmaakt. En dan zie je in vers 11 over de besnijding. maar ik wil even doorgaan naar vers 12. Zijn de met hem begraven in de doop? Staat daar in de doop of door de doop? In de doop. Wat voor doop is dat? Doop door de Heilige Geest. Dat is mijn identificatie. En vanochtend liet een broeder in de gemeente nog zien een artikeltje in een kerkbode die hij in de bus had gekregen. En daar ging het ook over Colossense 2 vers 11 en 12. De doop is in plaats gekomen van de besnijdenis. Kinderdoop, ja? Dat hebben ze over waterdoop. Maar er staat hier niet dat ik ben begraven met hem door de doop. Ik ben in zijn dood begraven. Begraven Romeinen 6. Dat is wat er staat. En wat is dan het resultaat? In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Dus ik ben met hem begraven opgestaan. Dat is niet door even door in water onder te dompelen en eruit. Dat ik vroeger ook wel eens dacht. Het is gehoorzaamheid, het is geloof. Het is helemaal geen gehoorzaamheid. Het is ongehoorzaamheid. Doop met water. Ik ben niet gezond om te dopen. Johannes dopen zegt, ik ben gezond om te dopen. En Paulus juist niet. Want wij zijn... Uh, zijn wij, ja, hoe zal ik het zeggen? Ehm... Uh. Zonder doop ben je, niet ben je niet gered. Zonder doop ben je niet gered. Alleen je moet je afvragen: welke doop heb ik het dan over? Juist, dat is doop, doop door de Heilige Geest. Want wij geloven wel in de doop. Maar wij geloven in een doop zonder water, maar in een doop door de Heilige Geest. En dan heeft hij gedoopt in het lichaam van Christus. Nou, dus dan eindigen we nu. Kijk. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw slezen. Dus ik ben als heiden, ik was dood in mijn misdaad door de zonde. Maar ook toen de tijd voor Paulus kwam, had ik ook geen plaats. Want dan ging het om Israël en hij dan te de zonde God. Maar nu zegt hij, medeleef gemaakt met hem. En wat staat daar? Wat staat er in jullie vertaling? In hoofdstuk uh, Consensus 2, vers 13, zou ik wel eens willen, uh, Arjan? Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid, naar het vlees levend gemaakt met hem, toen hij ons onze overtredingen kwijt schoot. Oké, nou ja, dat staat toen al. hier staat al uw misdaden, uw vergevende. Dus toen jij geloofde, dit is aan het kruis gebeurd. En als je gelooft, al je misdaden zijn vergeven. En dit is de laatste tekst. Colossus ja, echt, want... Ik zie dat het tijd is. Colossense 3 vers... Nee, dat stond ook weer? Uh, ja, 4, 3. Uh, even kijken hoor. Ja, 3 vers 13. Verdragen elkander en vergeven de een de ander. Waarom kunnen wij nou veel makkelijker een ander vergeven? Dat staat er ook achter. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft... gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft... Hij al zo. Zie je? Het? Hij heeft uw zonde vergeven. Dus niet onze vader, vergeven voor onze schulden gelijk ook wij vergeven voor onze schuldenaren, want je zonden zijn vergeven. Ga je niet om vergeving vragen. Zeg even, je hebt een leuk cadeau gegeven aan je kind. Ja? En dan dankt hij daar toch voor? Zo ook. Wij hebben iets gekregen en daar danken we voor. Ik vraag nu om vergeving. Ja, ik zondig natuurlijk ook, maar dan zeg ik... Heer, dank u wel dat deze zonde over mij ook aan de kruis geslagen is. Dank u wel. Dus wij, wij vragen uw vergeving. Ik dank voor de vergeving. En dat is op basis van dat hij zegt... In de welke wij de verlossing hebben. Vers 14, 1 vers 14. In hetzelfde hoofdstuk. Sorry, Colossens 1 vers 14. Het spreekt over Christus. In de welke wij de verlossing... Wat staat daar? Krijgen. Hebben. En dan door zijn bloed. In andere vertalingen is door zijn bloed weggelaten. Nou, hoe kan je zonder het bloed van Christus vergeving hebben? Ja? Maar hebben, namelijk de Zie je het? Dus in wat voor positie loop ik hier? Sta ik hier nu? Ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Ik heb zekerheid, ik ben een kind van God. Maar ik weet ook wat er gebeurt in mijn leven. Wat ik ook ga doen. Wie kan scheiding maken tussen de liefde van Christus? En, en, en wie kan daartussen komen tussen mij en Christus? Niemand zegt die toch? Dus ik ben gerechtvaardigd toen ik geloofde. Ik ben gedoopt door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Daardoor heb ik vrede met God. Dus die gaat nooit weg. Kijk, nu ga je kijken. Je moet gaan leren kijken hoe God naar jou kijkt. En dat kan maar op één manier. Dat is via de brief van de Apostel Paulus. En dan weet je, hé, hey, dus ik heb vergeving van zonde. Ik heb het. Ik krijg het niet elke keer. Ik heb het voor altijd. Nou, er is geen grotere motivatie voor een mens te bedenken... Dat hij uitgenaamd door het geloof gered is. En dat je weet, ik kan niks doen. Er is geen grotere zekerheid in je leven. Als jij weet dat door je redding. dat jij zelf niks kan doen. Dat is de grootste zekerheid. Want als je het wel doet, dan weet je ook. Oh, maar er zijn ook dingen, dan ben ik het weer kwijt. Maar ik kan niks doen. Dus het is het, is het, het mooiste wat er is. Ja, zullen we eindigen? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken voor uw genade. Vader, wat heerlijk uw boodschap, vader. Dat, is zo, dat maakt zoveel mensen blij, geeft ons zekerheid, dat geeft ons blijdschap. Het geeft ook vooral ook heel veel kracht en sterkte. De omstandigheden namelijk, die veranderen niet, maar wij veranderen wel in de omstandigheden. En ik bid ook voor, de, voor deze broeders en zusters hier, vader. Wij met elkaar, dat wij dat woord ter harte nemen, het zullen geloven... En vader, dat we het ook gaan toepassen in ons leven. Want dat kan alleen als we het gaan geloven. Dat Paulus onze apostel is met het Evangelie van uw Genade. En dan gaan, wij, dan, dan gaan wij zien wie wij zijn. Zoals u ons gekend hebt, gaan wij dat zien in uw woord. Hoe wij zijn. We waren zondaars, maar we zijn helemaal vernieuwd. Een nieuw schepsel met zoveel zegeningen. En uh, Paulus maakt ons duidelijk, en die geeft ons daar. De duidelijkheid in. Dus vader, daar willen we heel erg hartelijk voor bedanken. In de naam van uw geliefde zoon, de Heer Jezus. Amen. Amen. Oké. Okay. Als er nog vragen zijn, dan kan het hoor. Maar uh, officieel ben ik nu uh, hiermee gestopt. <laughs> Anders gaan we door tot zeven uur. Ja, even, uh, ja hoor, lekker. Uh, ga erop vragen, lekker. Het is prima.